wordt een hele belangrijke wedstrijd. Willen we de achterstand niet te groot laten worden, dan is het wel belangrijk om daar een resultaat neer te zetten. En dat zal niet makkelijk zijn. Anderlecht is gewoon een hele goede ploeg. Ze staan hier voor niets 7 punten voor. Goede organisatie achterin, veel kwaliteit voorin rondlopen. Dus het is gewoon een hele moeilijke tegenstander. Natuurlijk wil je daarna competitie in met zo weinig mogelijk punten achterstand. Natuurlijk, dat lijkt me duidelijk. En dat vind ik wel belangrijk. Dus wat ik al aangeef, we moeten de achterstand niet te groot laten worden. Ik denk dat ze in verdedigend opzicht veel kwaliteit hebben, heel weinig weggeven. Voorin, wat ik al aangegeven heb, heel veel kwaliteit, individuele kwaliteit en toch ook een solide middenveld. In zijn totaliteit gewoon een hele goede ploeg, anders kom je ook Europees gezien niet zo ver en sta je ook niet voor niets bovenaan natuurlijk. Ik denk dat er twee ploegen zijn die niet zo ver uit elkaar liggen. We hebben dat hier gezien in de thuiswedstrijd, waarin wij winnen van Anderlecht. Maar goed, het gaat niet over één of twee wedstrijden, maar het gaat over een hele competitie. En dat gaat bepalen wie er kampioen wordt. Maar we zullen meedoen tot aan het einde, daar ben ik wel van overtuigd. En nog wel meer ploegen. Dus het wordt nog een spannende competitie.